aanbeland bij een van de belangrijkste landmark buildings van het hedendaagse Roemenië, het Paleis van het Volk. Het paleis is grotendeels tot stand gekomen in de nadagen van het regime van Ceausescu. Het moest de belichaming zijn van zijn absolute macht, heerschap en greep, totale greep op de Roemeense samenleving. Kort na de revolutie was het gebouw voor 80-90% afgerond. Dus het volk kampte met een serieuze vraag: wat doen we hiermee? Destructie of ronden we het af? Uiteindelijk heeft men voor het laatste gekozen. En wat daarbij leidend is geweest, is het gegeven dat het volk zich zoveel moeite heeft getroost om dit tot stand te brengen, dat het volk een demonstratie heeft gegeven van zoveel vakmanschap, dat woog zo zwaar, dat was uiteindelijk doorslaggevend om het paleis in al zijn glorie, zoals het hier nu staat, inderdaad af te ronden. Bouwkundig af te ronden. Op dit moment fungeert het als parlement, de Senaat zetelt hier. En het is inderdaad bijzonder indrukwekkend om de omvang, de grootsheid van dit paleis hier live te aanschouwen. Dit zijn dimensies die vallen weg op een gewone postkaart. Ik zou de kijker willen aanmoedigen, kom hier inderdaad eens een blik op werpen. De dimensies zijn ongekend. Het is niet alleen de omvang, het is ook het architectonische perspectief dat hier volledig tot zijn recht komt. Achter mij een grote hoofdas met een knipoog naar de Champs-Élysées. Hiervoor de plaats waar de vorst, de heerser, zetelt. Het is tijd voor ons om dit rustig in ons op te nemen. Dankjewel, Jan.